Het is een heel proces zoals je kan zien. Het begint met een lege doos die langzaamaan wordt gevuld met een heel pakket. Iedereen is verantwoordelijk voor 1, 2, soms 3 producten die in bepaalde volgorde worden ingepakt. Nou ja, dan gaan ze nog door een machine om hem aan elkaar te tapen en een final check te doen op het gewicht. Zodat we zeker weten dat alles erin zit. Nou ja, en dan wordt het opgestapeld op een pallet en dan gaat het richting de klant. Wat pakt u in op het ogenblik? Dat zijn de kaas-bieslooksoesjes. Heel lekker, denk ik. Ja, want volgens de grootste eindejaarsgeschenkenleverancier van Nederland blijft, ondanks dat het zelf online kiezen van het kerstpakket groeit, het traditionele voedselpakket onverminderd populair. Maar dit jaar zien we ook een nieuwe trend, de virtuele kerstdoos. Ik kan het even demonstreren. Hier staat bijvoorbeeld een taartenwinkeltje. Op het moment dat ik die scan, en daar komt de kerstman aan. Die gaat het taartwinkeltje in, eet alle taart op en komt daarna tevreden met een dikke buik weer naar buiten. Je moet steeds wat nieuws bedenken, geloof ik. Hè? Het is een hele uitdaging om ieder jaar weer iets verrassends te kunnen bieden. Op het moment dat je dat pakket uitpakt, dan moet het weer iets anders zijn dan het jaar ervoor. Dat is de uitdaging voor de mensen die bij ons kopen. 1,5 miljoen geschenken dus. Het zal aanpoten worden voor de inpakkers. En krijgen jullie nou zelf ook een kerstpakket aan het eind? Aan het eind van de periode, ja. U verheugt zich er geloof ik op, hè, als ik dat zo zie. Ja, waarvoor niet? Een cadeautje krijgen is altijd leuk.